Morning. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Let niet op mijn gezicht, want ik heb eventjes een maskertje hier gedaan. Omdat mijn kin slash gewoon de onderkant van mijn gezicht helemaal aan het uitbreken is. Echt niet normaal. Ik ben deze week nog thuis. Als je de vlog van de afgelopen keer hebt gezien, dan heb je een beetje kunnen begrijpen dat ik een rotweek achter de rug heb en een nog rotter weekend. Ik ben namelijk vorige week dinsdag naar de huisarts gegaan met het feit dat ik pijn op mijn borst heb en het benauwd heb. Dat bleek dus het syndroom van Tietze te zijn. Het is dus gewoon eigenlijk, kan iedereen overkomen. Het is niks gevaarlijks, niks ergs of zo. Het gaat vanzelf over. Maar het veroorzaakt wel wat pijn. Het is namelijk dat je het kraakbeen tussen je ribben, dat kan loslaten. Het kan naar binnen klappen tegen je longen aan. Waardoor je longen in een soort van verdrukking slash vernauwing komen te staan. En daarom heb ik het benauwd, omdat je longen dan niet volledig de ruimte hebben om open en dicht te gaan als je in en uit ademt. Ik ben gelijk back af als ik het zeg. Ik heb dus woensdag, vorige week woensdag gebeld, omdat ik pijnstilling niet werkte. Heb ik diazepam gekregen, een soort ontspanningsmiddel, rustmiddel. Dat werkt prima. Ik heb zeker minder last gehad daarmee. Alleen, lang verhaal kort. Ik heb die pillen, pas ik zaterdag heb ik de laatste tablet ingenomen. En zondag had ik gewoon weer heel erg veel pijn. Ik ben zondag heel even op pad geweest met een vriend. Maar ook dan moest ik wel even zitten, omdat ik gewoon even bij moest tanken. Om het zo te zeggen, maar het is op zich wel prima gegaan. Alleen 's avonds heb ik gewoon weer niet geslapen van de pijn. En ik heb dus in overleg met werk besloten, omdat ik nu nog aan de, ik krijg nog een keer diazepam. Dus omdat ik daar nog een keer aan zit, is het niet verstandig om te werken, omdat ik gewoon heel suf en slaperig ervan word. Dus vandaar, ik heb hem vanmorgen vroeg ingenomen, dus ik ben een beetje relaxed nu eigenlijk. Ik heb nog steeds wel pijn. En het ergste is ook nog dat ik vandaag ook nog eens... Zit ik nou... Oh nee. Ik dacht dat ik het masker aan mijn trui aan het smeren was. Maar het ergste is ook nog dat ik vandaag ook nog eens ongesteld ben geworden. Dus ik heb alles tegelijk. Ik heb sterren van de buikpijn en de rugpijn nu. Ik heb al bovenop mijn rug pijn op mijn schouderbladen en de voorkant. Omdat mijn borstbeen gewoon heel erg veel zeer doet. Dus het gaat goed, het gaat goed. Maar ik dacht, ik ga gewoon lekker beginnen met het dagelijks vloggen weer. Als het een beetje mee zit. Er zullen dagen zijn dat ik gewoon niet vlog en dat er geen vlog online komt. Hou daar rekening mee, want niet elke dag is zo bijzonder in mijn leven. Maar ik dacht, ik wil jullie wel even op de hoogte stellen. Wat ik vandaag ga doen, wat ik eigenlijk deze week ga doen, is vrij weinig. Ik kan überhaupt het huis niet uit. Ik wil het huis ook helemaal niet uit. Daar ben ik veel te moe voor. Ik word vanmiddag wel gebeld door de huisarts. Dus ik weet niet hoe dat afloopt, wat die gaat zeggen. Maar de huisarts zegt ook, zeg, joh, het is niet echt dat deze pillen nog een keer slikt. Maar het is wel de bedoeling dat het minder wordt. En als het niet minder wordt, dan is er misschien wel wat anders aan de hand. Dus eventjes een telefonische afspraak vanmiddag met de huisarts. Maar die belt waarschijnlijk toch pas om een uur of twee. Mijn huis is niet zo vlot. Dus dat doet zeer. Maar goed, in ieder geval vandaag een rustige dag. Ik heb lekker een beetje uitgeslapen. Ik was nog een beetje kroggy vanmorgen. Dus ik heb lekker een beetje uitgeslapen. En het is nu... Ik weet niet hoe laat het nu is. Het is nu bijna 11 uur. Dus dat valt mee. Dat is te doen. Ik heb me even lekker gewassen vanmorgen. Ik heb lekker een trui aangetrokken. En ik heb zo'n sport-BH ding aan. Ik kan geen normale BH aan. Ik doe het echt super veel zeer als ik dat doe. En ik heb lekker gewoon een legging aan. En mijn sloffen. Gewoon lekker chill vandaag. Ik ga nog een kop koffie zetten. Want daar heb ik wel trek in. Zonder koffie. Het is echt een no-go. Dus ik ga nog wel eventjes een kop koffie zetten. En misschien dat Ash vandaag langskomt. Want die is 3 dagen vrij. En ja, die wil langskomen. Ik zeg, nou prima, ik ben toch thuis. Dus als je niks te doen hebt, kom gerust deze kant op. Dan heb ik ook wat gezelligers te doen.
Wat ik deze week wel wil doen ergens, ik weet nog niet waar, of ik daar de puf voor heb, want ik wil ook niet als een dufje duk achter een laptop gaan zitten. Maar is mijn rekentoets maken voor werk, zodat ik medicijnen mag gaan delen daarna. Maar dat wil ik niet doen onder invloed van, want dan ga ik het straks verkloten en dan. Nee, slecht plan. Maar ik moet vrijdag dus werk weer bellen om te zeggen hoe het gaat. En dan kan ik, als het goed gaat en als ik misschien pijnstilling krijg vandaag nog extra. Hoop ik. Ik hoop het echt, want ze willen me die pijnstilling niet geven, omdat die pijnstilling verstopping veroorzaakt. En dat is bij mij juist een no-go. Dus ik hoop dat ze zeggen, joh, neem die pijnstilling maar en neem gewoon desnoods wat extra laxeringstabletten in of zo. Maar dan kan ik gewoon mijn ding doen. Ik kan niet eens naar buiten, buitenshuis. Ik heb pijn overal. Ik word gaar van het binnenzitten. Ik kan überhaupt niet tegen binnenzitten en niks doen. Ik wil gewoon lekker werken, lekker naar buiten. Dat kan niet. Maar goed, ik ga dit maskertje even lekker een half uurtje op laten drogen. Of een uurtje, ik weet niet hoe snel het droogt. Maar als hij droog is, trek ik hem eraf. En dan doe ik lekker mijn dagcrème op. En dan ga ik lekker chillen. Ik ga überhaupt lekker chillen vandaag. Want ik heb vannacht ook heel slecht geslapen. Dat was echt een no-go. Normaal slaap ik nooit zo slecht, maar vannacht. Oh man. Hou alsjeblieft op. Trouwens, mocht je het nog niet opgevallen zijn. Ik heb het kastje daar gezet en de stoel hier. Want ik zat natuurlijk daar in de hoek zo schuin naar voren. Maar mijn tv hangt daar en die kan niet helemaal omdraaien. Dus ik zag niks. Dus nu kan ik gewoon lekker hier chillen. En lekker gewoon zo tv kijken zonder moeilijk te moeten doen. Dus dat is wel fijn. Dus ik ga even een nieuw kopje koffie zetten in mijn, of course, Starbucks België mok. Nog steeds verliefd op het land en uiteraard ook op. Ik ga even het lampje hiernaast aan doen, maar ik ga hem wel even dimmen. Maar uiteraard nog steeds lekker verliefd op het land, maar ook op de beker die ik daar heb gehaald. Ik was afgelopen week mijn vlogs van België aan het kijken, de eerste keer dat we naar Antwerpen gingen. En daarna natuurlijk nog naar Brussel met mijn opa, alleen daar heb ik geen vlog van, dat is wel jammer. En daarna nog een keer met Ash natuurlijk nog 2 keer geweest. En daarna nog een keertje toen we naar Gent gingen. En daarna Antwerpen. Is helemaal leuk. Alles lekker op mijn gemak terug zitten kijken. Dus dat is wel leuk. En er komt vandaag trouwens een hoesje van ID of Sweden binnen. Ik heb natuurlijk een iPhone weer. En dat betekent dat ik gewoon weer hoesjes kan omdoen van ID of Sweden. Dus ik heb er eentje in uiteraard uitverkoop gekocht. Met een zebra print, die heeft Liandra ook. Vind ik heel tof. Dus, oeh, de zon. Ik ga dit zometeen denk ik even een beetje open doen. Want het is toch wel lekker als er een beetje zon de kamer in komt. Ik doe het een beetje zo. Beetje licht in de kamer. Maar, ja, dus dat eigenlijk. Dus dat vind ik wel lekker. In ieder geval, lekker chillen. Ik heb 8 minuten aan de klets geweest nu. Dus laten we verder gaan met de vlog vandaag. Goed, het maskertje is eraf. Ik heb nog heel eventjes gewoon een maskertje op mijn gezicht gedaan. Wat mijn gezicht eventjes wat rust geeft. Ik ga naar beneden. En ik ga eten. Het is 11:30. Ik heb vanmorgen vroeger wat gegeten. Maar ik heb nu weer trek. Dus ik denk dat ik even iets van een tostietje ga maken of zo. Moet toch wat. Dus dat ga ik even doen. Goed, ik ben naar huisarts aan het bellen. Ik zou teruggebeld worden en ik ben gewoon weer niet gebeld. Dat gebeurt elke keer. Dan word je gebeld in de telefonische spreker, hoe nu verder. En dan wordt dat gewoon niet teruggebeld. U bent beller nummer 9. U wordt zo spoedig. Dit blijft echt een drama. Goed, ik heb even de setting iets naar beneden gezet, want anders ben ik zo overbelicht. Maar hier word ik echt gek van. Ik word gewoon elke keer als er wordt gezegd dat ik word gebeld, word ik gewoon niet gebeld.
Er is gedoe bij de apotheek elke keer als ik medicijnen moet halen. Dan is het er niet. Dan zou het er zijn, maar dan is het er niet. Ik word er echt een beetje schijtziek van. En nu ook. Ik zal gebeld worden om medicijnen te krijgen. Andere. U bent bellennummer 9. En hoe nu verder? Zo spoedig mogelijk geholpen. En dan. Oh, ik kan daar heel slecht tegen. Echt heel slecht. Ik denk, kom op jongens, jullie spreken een tijd af met mensen. Jullie horen gewoon te bellen. Punt. U bent bellennummer 9. Ik ben in die agenda gezet, dus bel me dan gewoon terug. Maar dat doen ze niet. Zo irritant. Dus we zijn weer. U bent bellennummer 8. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Hop, de huisarts belt met rust. Met Kim. Hi, met dokter Wilfers. Hi, hi. Hoe gaat ie? Eerlijk is eerlijk nog steeds hetzelfde. Heeft het iets gedaan of niets gedaan? Ja, het heeft me behoorlijk wat rust gegeven. Ik heb veel geslapen. Ja, als je slaapt voel je niks, maar... Eenmaal als wakker... Als je geslapen bent, dan komt het weer terug. Precies. Ik zit nou ook al gewoon weer thuis, omdat ik gewoon dit niet trek om naar mijn werk te gaan. Nee, snap ik. Nou is het vervelend dat het overgrote deel van de goede pijnstillers geeft verstopping. Ja, dat zei de assistent. Dat trekt jou niet echt aan. Nee, ja. Dus vandaar dat ik het op de alternatieve manier probeer onder controle te krijgen. Ja. Dus niet schrikken, maar je gaat een middel tegen epilepsie voor de pijn krijgen. Oké. Okay. Om dezelfde reden. Ja. De anderen geven allemaal verstopping. Oké. Okay. Ja? Oké, okay, ja. Is helaas wel weer een kwestie van uitproberen, kijken of het helpt. Oké. Okay. En deze moet je opbouwen, die mag je niet in één keer in de goede dosis slikken. Dus het is, je begint met 3 dagen 1 tablet. Ja. En dan mag je naar 2 keer per dag 1 tablet. En eventueel mag je iedere 3 dagen ophogen tot maximaal 2 keer 2 tabletten. Oké. Okay. Dat max. Oké. Okay. Ja? Ja. Maar kijk eerst eens wat je doet op 1 tablet. 1 tablet. En eventueel 2 tabletten. Oké. Okay. Is goed. Ja? Hopen dat dat wat gaat doen dan. Ik hoop het ook voor je. En dit bedoel ik dus met het feit vloggen en gewoon het niet doorhebben. In ieder geval, zoals jullie hebben gehoord, ik heb de huisarts gebeld. De pillen zijn uiteindelijk. Dat heb ik gehaald omdat het me te lang duurde voordat ze geleverd werden. Ben ik ze gaan halen. Nieuwe medicatie. En dit is pillen die voor epilepsie bedoeld zijn en zenuwontspanning. Ik moet zeggen, ik heb er vanmiddag eentje ingenomen. Ik was redelijk snel van de kaart. Dan bedoel ik niet slaperig, maar raar mijn hoofd. Ik liep heel ongecontroleerd. Ik was... heel hangerig. Mijn hoofd deed raar. Ik weet niet. Het voelde een soort van... Ik heb nog nooit drugs gebruikt. Maar volgens mij is het gewoon een beetje het gevoel dat ik aan het spacen was. Ik heb de hele middag rustig op de bank gezeten. Ik heb avond gegeten. Ash is nog langs geweest. Die heeft hier ook gegeten. Die heeft me geholpen met avondeten maken. Want ik kon het amper alleen. We hebben net met z'n allen Escape Room gekeken. En nu ga ik lekker in mijn bed liggen. Nog even lekker met een vriend kletsen. En dan slapen. Ik mag er 1 per dag. Ik ben nog steeds redelijk dat ik denk van hoe. Maar komt helemaal goed. Ik ga me lekker omkleden en ik ga lekker naar bed toe. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Ik koppel vandaag heel even aan de vlog. Normaal zou ik natuurlijk dagelijks vloggen. Maar nu doe ik even vandaag eraan koppelen. Want het is namelijk zo dat ik nog een vlog moet editen. En anders... ja, te veel heb staan. Dan moet ik 3 vlogs uploaden. Dat is een beetje too much. Het is vandaag dinsdag. Nee, het is vandaag woensdag. Het is woensdag. Ik ben wakker. Ik heb heel vast geslapen vannacht. Goed geslapen. Dus daar ben ik blij om. Maar ik ga zo mijn allereerste tablet nemen voor de dag. En ik ben heel benieuwd hoe ik daarop ga reageren. Wat ik net eigenlijk voor jullie al zei, voor mij gisteren. Ik was gisteren best wel
goed padje af na die tabletten. Dus ik zit ook wel heel erg dat ik denk, hoe ga ik daar nu vandaag op reageren? Maar goed, ik ga mijn bed even recht trekken. Ik ga even naar beneden een kop koffie drinken en wat eten. Dan ga ik wel rond een uurtje of 9:30, 10:00. Wil ik het tablet innemen. En kijken hoe het gaat en hoe ik erop reageer. Ik ben heel benieuwd. Ik ben nu zelfs nog een beetje kroei, maar dat komt gewoon omdat ik nog lekker slaperig ben. Maar we gaan het zien. Ik ga in ieder geval even mijn bed recht trekken. Die heeft net even lekker gelucht. Of zal ik hem even, ik trek hem nog even lekker open. Ik ga hem straks lekker dichtklappen. Goed, de auto is terug. We hebben natuurlijk een tijdje geleden de auto in de prak gereden. Maar er zit dus een nieuwe grill op de auto. Er zat hier dus een beschadiging. Dit was dus in elkaar. Nu is het gewoon weer netjes. Het leuke is dat we volgende week, weekend, krijgen we de nieuwe auto voor de Puma, een grijze. Dus ik dacht even checken hoe die er nu bij staat. Ik zal gelijk even foto's maken van de auto, want dat wou mama. Dus dat was wel leuk eventjes. Even wat foto's van de auto. Dus nog een weekje jongens, dus we zullen er waarschijnlijk nu niet meer veel mee gaan rijden. Maar goed, dat maakt ook helemaal niet uit. Van alle kanten de foto. En dan vind ik het wel even goed. En zo, ik vind het best. Maar in ieder geval, die krijgt dus een nieuwe eigenaar. Dus dat betekent dat onze auto, tenminste, dan is het nieuwe van ons volgende week. Oh, ik krijg dat hek ook nooit dicht hier. Blijf staan. Dus dan is hij niet meer van ons. Dan is het echt, dan hebben we echt een nieuwe auto. Oh, en trouwens, mijn ID of Sweden hoesje is binnen. Zo blij. Deze wilde ik al zo lang. En I've got it. Helemaal blij. Maar dat was dus de auto. En Ash is hier. Dus dat is wel gezellig. Nou, hij is weer netjes hoor. Ik heb die tablet ook ingenomen. Helemaal loom. Maar ik ga mijn was doen. Die moet nog opgehangen worden. Dus dat ga ik nu doen.
Goed, ik ga heel eventjes de deur uit. Ik word gek thuis. Ik heb heel eventjes frisse lucht nodig. Ik kan niet alleen over straat, want die pillen, ik ben helemaal... Ik kan niet eens recht, om, recht lopen, gewoon überhaupt. Ik was er net niet tussen mijn bed al helemaal aan het zwalken. Maar, ik word opgehaald door mijn opa. Die, want ik wil heel even uit huis, heel even een bakkie doen. Dus mijn opa komt me nu tegemoet lopen. Die pikt me op. En dan word ik daarheen gebracht. En word ik vanavond ook weer terug thuis gebracht. En dat allemaal dat ik van die gekke pillen slik. Ik heb trouwens mijn guesttas weer gepakt. Helemaal dus nog steeds echt mijn ultieme to-go tas. Ik vind het zo'n fijne tas. Ik vind de kleur nog steeds hartstikke vet. Ik ben er helemaal blij mee. Ash heeft hem in het zwart. Maar ik ben niet zo van de... Ja, met Valentino vind ik het wel fijn om standaard kleurtjes te hebben. Maar ik vind het met Guess toch wel leuk om zo'n kleur te hebben hoor. Ik vind dat echt vet. Maar ik ga nu richting mijn opa. Ik kan hem vanaf hier uit het raam zien aankomen lopen. Ik zie nog niks. Maar die zal veel wel komen. Dus dat is mooi. Even lekker de deur uit. Niet te lang, want ik ben ook gewoon moe. Dus we zijn waarschijnlijk na een anderhalf uurtje, misschien een uurtje of zo, zijn we echt gewoon weer thuis. Goed, ik ben inmiddels veilig geland in bed. Mijn opa heeft me teruggebracht. Ik heb even een bakje gedaan daar en even gekletst. Maar ik vind dat best. Ik ben echt moe. Dat is niet normaal. Ik heb de tv aangezet, want ik wil nog niet gaan slapen. Ik wil nog even kijken. Dus dat is wel fun. En daarna ga ik denk ik wel slapen hoor. Maar nu nog even lekker wakker blijven. En tv kijken. Want daar heb ik wel gewoon even zin in. Dus ja. Hoe was jullie dag trouwens? Laat even in de comments achter hoe jullie dag was. Ik ben wel benieuwd. Oké, ik trek mijn woorden terug. In plaats van dagelijkse vlogs wordt het waarschijnlijk tweedaagse vlogs. Maar ik heb hier bezoek boven. Milo, het is straks de volgende dag. Milo moet medicijnen hebben, die is niet helemaal oké. Nee, dat is ik. Ik heb net mijn medicijnen ingenomen en ik stortte net zowat uit leven. Nou, dat overdrijf ik ook wel weer, maar ik ging er net bijna uit. Ik was even bezig, want de schildpadden hadden weer ruzie en die zaten me raar op te vreten, letterlijk. De een hing aan de nek van de ander, gewoon helemaal mee te trekken in het water. Dus ik had even paniek en ik zat met een pollepel tussen die schildpadden. Van jongens, sla nou los. En tegelijkertijd dacht ik bij mijn eigen, oké, dit gaat niet helemaal goed. Dus vandaar. Maar ik ga Milo wel even medicijnen geven. En ik dacht, ik ga jullie dat even laten zien. Hoe ik dat normaal doe. Hoe ga ik jullie dan neerzetten. Dat is ook weer een dingetje. Dit kan zo wel, denk ik. Maar dan krijg je doxycycline, dat is zeg maar een soort antibioticaatje of zo, kan je het wel noemen. Oh, ik zit van alles op mijn bed te gooien. Dat was niet de bedoeling. Milo weet denk ik al wel hoe laat het is. En hij vindt het ook echt niet leuk, maar even kijken hoeveel erin zit hoor. Oh. Oh, dat is een half spuitje. Even kijken. Milo krijgt 7. En Milo ruikt het denk ik al. Die denkt, oh nee. Maar oh ja. Hij moet het toch. En dit spul stinkt jongens. Oh, bah. Is echt heel vies. Kom eens Milo. Milo denkt, nee. Ik wil niet. Kom eens naar voren. Kijk, Milo vindt het heel vies. Kom. Want je moet het. Je weet dat je het moet. Kijk, dan uiteindelijk nibbelt hij er wel op. Dan eet hij het ook wel op. Hij doet zelf het spuitje ook in zijn mond, hè jongens. Het is niet dat ik hem erin prop of zo. Hij moet hem alleen even in zijn mond krijgen en dan komt het goed. En dan denkt hij, oh, maar dat is eigenlijk wel lekker. En dan gaat hij altijd even een spuitje aan de haal.
Hij is hem helemaal aan het afstabbelen. Nou, is genoeg, maatje. Echt genoeg. En nu heeft Milo, nu denkt hij, heb je me nou gegeven? Maar hij heeft nu zijn medicijnen. En normaal breng ik hem nu gelijk weer naar beneden toe. Maar Milo is niet zo lekker. Dus dat komt een beetje bij me over zo. En ik ga toch op mijn bed liggen omdat ik niet helemaal lekker ben. Dus we kunnen samen liggen. Dus vandaar dat ik hem op een kleedje heb gelegd met een dekentje. Ik kan niet lekker oud, lekker liggen. Ik heb de ventilator uitgezet. Anders valt hij kou. Maar mijn hoofd voelt echt alsof het ieder moment gewoon zo poef, neerklapt. Mijn hoofd voelt heel zwaar, heel moe. En dat is al één tablet. Ik moet er einde van de middag slash vanavond nog één, hè, jongens. Het wordt nog wat. Maar ik ga denk ik vandaag toch verder niet zoveel voor me vloggen. Ik ga het met tv aanzetten voor het geval dat. Ik zin heb om wat te kijken. Mijn gordijn doe ik dicht met die zon in mijn kamer. Ik wil ook niet echt dat je denkt, daar word je vrolijk van. Ik doe hem een klein stukje open laten. Ja, dat er een klein beetje licht komt. Maar ik heb een topje aan gedaan. Mijn spijkerbroek doe ik lekker uit. Ik ben gewoon misselijk. Ik heb geen trek in dingen, helemaal niks. Maar ik ga lekker liggen. En ik ga die lampjes denk ik lekker aanzetten. En gewoon even lekker op bed liggen. En ik ga natuurlijk eventjes die ledstrip aanzet, want dan hebben we een beetje licht. Goed, de ledstrip is aan. En ik ga lekker liggen. Ik vind het helemaal best. Sokken uit. En ik ga er lekker onder. Ik ben er helemaal klaar mee. En Milo denkt, wat doe ik hier? Draai je eens om, lieverd. Je mag gewoon weer normaal liggen. Milo is echt zo'n sul. Die blijft dan echt gewoon zo zitten en denken van, ja, maar wat moet ik dan? Wat doe ik hier dan? Wat moet ik hier dan? Maar je mag gewoon lekker slapen, vriendje. Lekker samen kroelen. Oké? Maar ik denk dat je aan mij vandaag niet zo heel veel meer kwijt kan. Ik ben echt oud, ben moe, ben kapot, ben op. Ik ga lekker tukken. En ik denk Milo ook. Ja, mannetje.